De Exxon-beweging Suriname heeft vandaag voeding gedoneerd aan de kinderen van het kindertehuis Hoop voor Kinderen. Santosh Singh, bestuurslid van Exxon Suriname, zegt dat dit onderdeel is van het project Food for Life. Exxon is een internationale gemeenschap voor Krishna-bewustzijn en voert wereldwijd het project Food for Life uit. Singh zegt dat dit internationaal project ervoor zorgt dat mensen die het moeilijk hebben, voorzien worden van een bordje eten. Met dit project gaat Exxon Suriname niet alleen kindertehuizen aandoen, omdat de doelgroep volgens Singh veel groter is. Food for Life is een afdeling van de ISKCON, International Society for Krishna Consciousness. En wereldwijd doen ze dit ook. Het is eigenlijk iets dat wereldwijd gebeurt. En tot heden hebben we meer dan 6 miljard borden aan eten verstrekt aan mensen die het nodig hebben. Gebieden die getroffen zijn, maar ook aan mensen die gewoon een bordje eten willen hebben. En bijvoorbeeld in India hebben we dan dagelijks dat we 2 miljoen kinderen voeden. Dat is alleen in India. En wereldwijd, om de 5 seconden, geeft iemand van onze organisatie een bordje eten aan iemand. Dus in Suriname waren we ook in de jaren 90 begonnen, maar is een beetje achteruit gegaan. Dus we zijn weer bezig op te starten en vandaag zijn we hier bij Hoop voor Kinderen. Hoop voor Kinderen. We gaan later ook naar Thuisendaklozen en we staan ook in de stad. Hoeveel borden eten verstrekken jullie vandaag in totaal? Vandaag tussen de 300 en 400 borden. Singh zegt verder dat de volgende stap van de organisatie is meer tehuizen te identificeren waar ze dit project kunnen uitvoeren. Volgens hem wordt er nu met de financiële middelen die binnenkomen gewerkt. Dit stelt de organisatie in staat om tenminste 2 keer in 1 maand een sociale instelling aan te doen. Al deze projecten worden gefinancierd door mensen die willen doneren. Er zijn mensen die er zijn genoeg mensen die bereid zijn die wat kunnen missen. We gaan op zoek naar die mensen en die mensen doneren. En wat je misschien heeft opgemerkt dat eten vegetarisch is. We promoten ook een vegetarisch voedsel omdat het heel, gezond is. Het is wetenschappelijk bewezen dat het gezonder is. En ook is vriendelijker naar het milieu toe. Overal is er een selectie om te kijken de huizen of instellingen die het meest nodig hebben. We proberen zoveel mogelijk mensen te helpen, zoveel mogelijk instellingen. Aldus Santosh Singh, bestuurslid van Exxon Suriname. Hij sprak vanmiddag bij het kindertehuis Hoop voor Kinderen, waar de organisatie het project Food for Life heeft uitgevoerd.